We gaan vanmiddag spreken, ik ga het iets anders aanpakken dan de vorige keer. Ik geef de sprekers niet meer 20 minuten om hun eigen verhaal te vertellen. Ik ga door middel van een interview ga ik proberen een aantal dingen om achter een aantal dingen te komen. De brouwer woont buiten bij de boer en de bank. Knecht in de stad krijgt daar stank voor dank. En de boer zaait gerst en de knecht in de stad ligt lang uit in de goot. Zat. Van het vele dat er omgaat, krijgen weinigen hun deel. Alles is voor niets en niets is te veel. Vanuit dit geëngageerde standpunt, dames en heren, wil ik naar voren roepen Paul Teulen. Europese studies, wat houdt dat precies in? Europese studies is een is eigenlijk net als Amerikanistiek, eigenlijk een soort regio, culturele, geografische regio, waar allerlei studievragen uit voortkomen. Van de cultuur, maar ook economie, recht, politieke systemen. Nou, de hele EU, dat hebben we natuurlijk allemaal, krijgen we dat dagelijks mee, hoeveel vragen dat oproept. Maar het is een EU-kant, dus een politieke kant en een cultuur-literaire kant. En dat maakt gewoon dat je het, als je het beter snapt, kun je er meer controle op uitoefenen. En die studenten die dat allemaal hebben die gedaan. Ik ga even opschrijven, als je beter snapt, ja, kun je meer controle uitoefenen. Als je snapt op welke niveaus je invloed uitoefent, of dat namens jou invloed wordt uitgeoefend, dan voel je ook veel minder bedreigd als vervolgens beleid op je afkomt vanuit zo'n niveau. En mijn promotieonderzoek gaat over de vraag wat een economie is. Dus eigenlijk de eerste vraag waar ik, die ik mateloos fascineerd vind. Want op het moment dat je dat weet of hebt bepaald, of als je daar een beeld van hebt, dan heeft dat heel veel consequenties voor wat is dan economische groei bijvoorbeeld. Of waar ga je op sturen? Okay. En het focust zich kunnen heel we, erg op. Kunnen we meteen kort sluiten, wat is economie? En niet wat is een economie? Ja. Nou, dat is de vraag, wat is dat? Jij wilt uiteindelijk over economie filosoferen, ja, liever. Ja. Vind je dat er op dit moment een discours, een gesprek op hoog niveau plaatsvindt over de economie, of is het redderen? Of zijn we aan het schipperen? Of zijn we maar een beetje de ene gat met het andere aan het dichten? Ik denk dat op hele prominente plekken er te weinig wordt gefilosofeerd. Dus, is er tijd voor om te filosoferen? En bij, ja, in de Tweede Kamer te weinig. Maar als je het echt volgt. Maar je ziet wel, is er een tendens waar te nemen in welke kant het opgaat met de economie? Op zich is de vraag wel goed, omdat. Dank je. Wat het wel. Het is wel leuk of interessant en belangrijk om voorbij de discussie te gaan alleen maar over markt, overheid. Meer markt, overheid. Want dat is eigenlijk één iets. En dan is de markt weer een beetje, dan moeten weer wetten komen, worden ze weer afgeschaft. En dan, nou ja, en dan, dus ja, je hebt nog heel veel andere. Als je dus nadenkt over, ja, wat is een economie? En je laat ook toe dat niet iets wat niet vermarkt wordt, of waar niet een bureaucraat over gaat, ook economie is. Of wat mensen zelf doen, of wat je thuis doet, of waar geen geld bij komt kijken, of waar alternatieve geldsystemen bij komen kijken. Dan wordt dat dominante gevecht, dat wordt opeens, ja, dan ga je opeens meer zien. Wat is economie? Je zou kunnen zeggen, het is ruil en een beetje arbeidsdeling en ruil. Dus iets gaan doen een hele dag en dan vervolgens dat gaan ruilen met iemand anders die iets anders de hele dag gedaan heeft. En dan samen heel veel maken. Dat is een deel van het, van, nou, als je dat doet zonder en je ruilt zonder dat er geld bij komt kijken, dan hoort het er ook bij. Wat heb je nou nodig om met elkaar te handelen? Dus dan kwam ik bijvoorbeeld langs bij de Albert Cuyp. En dan lopen we altijd een beetje achteloos. Maar dan ga je eens kijken van hoe werkt die Albert Cuyp nou echt? En voordat je kan handelen en voordat er een deodorant of een courgette verkocht kan worden, wat heb je daar nou voor nodig dat kan? En er komt ontzettend veel bij kijken als je daar, als je daarover nadenkt. Ik heb met zo'n marktmeester daar rondgelopen. En dat is eigenlijk heel interessant, dat die vrijheid is ook iets. Dus niet alleen maar een afwezigheid van de overheid, maar er is iets aanwezig wat maakt dat je vrij bent. En die vrijheid heeft ook een bepaalde vorm, want je moet, als je op zo'n markt begeeft, ja, je moet eigenlijk ook wel competitief, concurrerend handelen. En je moet als consument ook kiezen, want anders
worden die handelaren niet scherp gehouden. Dus het is ook een bepaalde rol die je moet opnemen. Paul, hierbij wou ik het even laten. We zijn al ruim tijd. En ik wou even naar voren roepen Zweder. Meneer van Wijnbergen. Of ja. Eigenlijk baron, maar dat wil je niet graag. Hè? Nee, dat is allemaal onzin. Waarom ben je daarmee opgehouden, Zweder? Omdat ik het vanaf het begin allemaal onzin vond. Oké, okay, maar je bent... Maar je bent van adel. Ja, dat is ook onzin. Wat is het gevaar van dat speculeren? Dat hangt een beetje vanaf van met wiens geld je het doet. Ik moet zeggen, toen ik begon, nou ja, om het iets te noemen. Als je met 1200 miljard gaat gokken, wat bijvoorbeeld Dick Sluimers doet bij het ABP. Die dacht dat hij beter wist wat met de rente gebeurde dan de markt. Dus die zei, ik heb een rentevisie. Dus die dekte de risico's niet af. En dat is nou waarom al die ABP-pensioenen omlaag moeten. Dat was dus één manager die dacht van, ik ga lekker gokken met andermans geld. Nou, dan gaat het mis. Want die andermans geld, ja, ik heb jouw geld gegeven, ik wou het eigenlijk wel terug hebben. Ik zei, ja, ik heb gegokt en verloren, ze wacht even met mijn geld. Dat noemen we leverage. Als je dus met geleend geld werkt, dan wordt het gevaarlijk. Ik kan iets wat heel veilig lijkt ineens heel erg riskant maken door allerlei dingen al omheen te construeren. En dat is een van de problemen bij de crisis geweest. Dat toezichthouders geen enkel zicht meer hadden op waar nou precies risico's waren. Die balansgegevens bleken niet genoeg te zijn. Wat is de verantwoordelijkheid voor de overheid in die praktijk? Je gaf zelf al een voorbeeld. Als ik zo'n derivatenhandel heb en ik weet dat ik ga profiteren als dat ene schip wat één keer per 4 maanden aankomt varen, als dat zinkt, dan komt er een gigaprijsspraak, dan wordt het de moeite om een piraat in te huren en dat schip onderuit te halen. Je kunt eigenlijk, als je naar de geschiedenis kijkt van het financieel systeem, zie je dat het een soort rat race is. Het begint eigenlijk allemaal netjes, er komt iets nieuws, banken. Op een gegeven moment ontdekken ze dat te zinken brengen van die schepen en dat handel met voorkennis, daar komen toch onschuldige slachtoffers bij. Dus er komt de toezichthouder, die zegt dat mag niet. Goed, die hebben we dan. Nou komt er financiële innovatie. Kijk, een toezichthouder houdt toezicht op wat hij denkt dat de bank doet. In het begin klopt dat. Nou komt de innovatie, doet die bank iets anders. En als die toezichthouder daar niet heel erg bij is, dan is hij dus toezicht aan het houden op dingen die de bank al lang niet bedoelt. Hij doet hele andere dingen en daar is dan geen toezicht op. Ja, zo, nou ja, op een gegeven moment komt dat met een klap. Barst dat. En dan begint het spel weer opnieuw. Ja, ik hoor je zeggen van we moeten het over armoede hebben. En niet, het probleem ligt eerder bij die armoede en niet bij de rijkdommen. Het is gekwalificeerd door de politieke gevolgen van ongelijkheid. Dan maakt het weer wel serieus. Nou precies, want ik zou denken dat op het moment dat je zegt, ja, het probleem ligt bij die armoede, maar het ligt niet bij die rijkdommen. Sowieso vraag ik me af, hoe kun je die twee los van elkaar zien? Nou, dat kan heel makkelijk, want die is niet arm omdat een rijke meneer rijk geworden is. Nou ja, daar kun je denk ik nog wel een stevig debat over voeren. Je ziet ook, ik heb natuurlijk in Amerika geleefd, waar rassenconflicten, omdat er nou eenmaal meer rassen gemengd zitten, dikwijls meer naar de oppervlakte komen. Dat is dikwijls meer economisch. Je ziet de bedreigde groepen, degene die er in Boston elkaar echt de kop in sloegen, waren arme blacks en arme whites. Want die waren ook onderling bedreigend. En de rijkere groep zat in zijn afgesloten gemeenschap en die merkte er helemaal niks van. Maar als er een neger uit Roxbury per vergissing in Charleston terechtkwam, kwamen ze met honkbalknuppels achter hem aan. En als er andersom, de eerste werd meteen doodgeschoten. Dus er zit een economische achtergrond achter. En ik denk dat je dat ook in Nederland ziet. Dat het meest heftige verzet tegen de immigratie komt van mensen die zich inderdaad bedreigd voelen. Overal in de westerse wereld zie je het politieke midden leeg raken en het debat verharden. En dat gaat op een gegeven moment de zaak onstabiel maken en onbestuurbaar. En zo zijn ook dus, een vrouw van ik de naam vergeten ben, een professor in Yale, heeft een boek geschreven over the end of civilizations. En zegt, dit is typisch het eindspel. Als mensen niet meer open zijn voor buitenstaanders, als ze onverdraagzaam zijn, als de ene groep echt muren rondlegt over hun rijkdom, het Romeinse Rijk in de derde, vierde eeuw, de hele rijke kleine groepen, en een grote groep verelend doen, die aan in de misère het wegzak is, dat is het einde van de beschaving. Ik geef een voorbeeld. Je hebt een kleine stad, een beetje afgelegen, het heeft een klein hogere klas, breed middere klas, ook een lagere klas, heel veel kleine ondernemers, de bakker, de slager, en dat is een werkende economie. Dat is heel mooi. Maar dan komt er opeens een hele grote winkel aan, en die heeft over de hele land hele grote winkels, en die zet dat winkel neer, en die koopt alles tegen spotprijzen. Dus natuurlijk gaan al die arme mensen natuurlijk bij die winkel kopen. Ja. En dan vervolgens gaat de bakker failliet, en de slager, en dan
heb je eigenlijk je middenklasse zo uitgehold. En werkt iedereen uiteindelijk bij de winkel tegen een spotprijs. Ja, en dan heb je verhaal. Alleen maar die hoge klas en die lage klas. Maar, hoe ga je dat werk in tegen? Nou, één kanttekening. Ik bedoel, die mensen die natuurlijk die goedkopere pindakaas daar halen, die hebben natuurlijk, gesteld dat hun baan nog even niet bedreigd is, maar dat wordt dan later erger. Maar die hebben natuurlijk wel weer geld over om weer iets anders te kopen. Toen we even later ter hoogte van de kathedraal van Thionville geflitst werden, zei mijn vrouw: jammer dat ons Franse geld op is. Ik haalde mijn schouders op en vroeg haar wat ze tegen die schoonmaker zei, waarop hij zo met non, 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 non reageerde. En zij zei, nadat ze hem het geld gegeven had, tegen hem zei: geen vlieglessen van nemen hoor.